Dit is de Waaldijk in Oosterhout, vlak bij Nijmegen. Vandaag staat hier een grote operatie op het programma met de Waal in de hoofdrol. Ik ben Rob Meenig van de GasUnie. Vandaag gaan wij een 48 duims leiding, dat is 1,22 meter doorsnee, onder de Waal doortrekken. De lengte van deze boring is circa 925 meter. De intrekking gebeurt vanaf de Beuningse kant. Het is geen simpele klusje. De gaspijp wordt grondig op lekker gecontroleerd. De aannemer verwacht in totaal een 7 uur bezig te zijn om deze leiding in het boorgat in te trekken. Het boorgat is maar 5 centimeter groter dan de diameter van de buis. Betoniet fungeert als glijmiddel gedurende het intrekkingsproces. Zo verdwijnt de buis meter voor meter in de blubberkuil van Oosterhout.